gijzen vanavond. Ja, het is het portaal wat gijzen wordt, komt eraan. Ik dacht 45 meter. Kant en klaar, ik kan er in één keer in. Chaka. Mooi. Het is mooi op tijd, 9:30, 11:00 ijzen. Niet direct van de weg af kunnen. Die moeten naar de nacht verdwijnen. Want er mag niks overdag gebeuren wat file veroorzaakt. Of het moet echt een calamiteit zijn. Maar geplande werkzaamheden moeten allemaal naar de nacht als het groot is. Als ik s'avonds een afzetting neerzet en ik zet hem een half uur te vroeg neer en er staat een 7, 8 kilometer file, dan hoef ik s'ochtends niet het matje mee te nemen. Maar ik zal toch wel even moeten vertellen wat de achtergrond daarvan is. We worden gewoon afgerekend met files. Want het kost economisch te veel. Ze mogen rijden, dus als ze maar gaan. We hebben weer koffie op Nieuwekerk. Ja? We weten allemaal dat het Nederland steeds drukker wordt en voller. Ja, en ik zou ook liever overdag staan, maar ja, dit zijn werkzaamheden voor 's nachts. Ja, het zit bij het vak in en we moeten het maar nemen zoals het is. En het zal alleen maar meer nachtwerk worden zoals het er nu naar uitziet. Want de politiek is er heel erg mee bezig met de filebestrijding. En de Randstad vrijhouden dat vrachtverkeer er kan komen. Dus ik zie alleen nog maar meer nachtwerk komen en ook meer weekendwerk. Ja. Als het mij dat niet zint, dan zal ik ander werk moeten kiezen. Dus ik maak er maar het beste van. Meer daarover zo dadelijk. Eerst Klaas Hofman met de files en de waarschuwingen van dit moment. Klaas, goedemorgen. Dag Bert, goedemorgen. We beginnen met de waarschuwing. In het oosten van Brabant en in Gelderland, daar komt plaatselijk dichte mist voor. Verder filevorming op de A1 in de richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden. Daar staat 4 kilometer. Op de A2 richting Utrecht tussen Culemborg en de Lekbrug bij Vianen. Daar wordt langzaam gereden. Op de A4 richting Den Haag tussen Leiderdorp en Zoeterwoude 3 kilometer. En in de richting Vlaardingen op dezelfde A4 voor de Benelux. Daar staat 2 kilometer. Op de A7 richting Zaanstad. Goedemorgen, verkeersinformatie met Claudia. Na 2 kilometer. Hoi. Op de A8, Groentunnel 3. Deze file. Dat zijn op koude, ja. Goedemorgen, met mevrouw. Dank u. Doei. Volgens onze administratie staat er een factuur op de factuur. We zijn hier, wat in de volksmond heet de politieverkeerscentrale in Driebergen. Dat is een heel klein onderdeeltje van de hele grote meldkamer van het Korps Landelijke Politiediensten. Dat houdt in dat we de communicatie verzorgen van alle landelijke politiediensten. Hier komt alles binnen. Daar, Klaas Hofman, politieverkeerscentrale Driebergen. Hoe gaat het bij jullie voor de deur? Ja, hè? Daar rijdt het langzaam. Geweldig. Weet ik even genoeg? Nee, dat is dezelfde melding. Perfect. Dank je. 58 zit in de start. Met 1 kilometer staat er nu. 2 PA's, hè? Ik wil nu een benzinestation langs de A4. En meestal staat het daar voor de deur staat er stil. Dus dan bellen ze even. Die kunnen toch een kilometertje kijken. En dan wil ik een 5 kilometer verder ook een benzinestation. En die kan ook een kilometertje kijken. Nou, daartussen liggen. Als daar ook stil staat, dan nemen we mee. Ja, zo krijgen jullie informatie. Zo krijg je die informatie. Als we opnemen tenminste. Daar, Klaas Hofman, politieverkeersstraat aan Driebergen. Hoi, hoe gaat het bij jullie voor de deur? Direction op Koude, picking up de gasten allemaal weg. Direction Utrecht hier.
is de 8223 al. Hollandrecht en we vliegen langs de twee oude Rijn. Ik kom daar verder op, of u heeft iets voor mij. Nou, alles is rustig, dus we kunnen richting Utrecht. Ja, oké. Okay. Jullie zijn de beheerders van de weg? Wij zijn de wegbeheerder, ja. Dus dat houdt puur in dat we de conditie van de weg optimaal moeten houden voor de weggebruiker. Onderhoud, alles wat erbij komt kijken. Ook achtergeluidsschermen, stabiliteit, zandlichamen, sloten moeten onderhouden worden. Want heel veel zaken die je dus eigenlijk niet ziet als je over de weg heen rijdt. Werk hier, Frank? Ja, dit is, nu is de snelheid eruit. Straks als het wat harder rijdt is het hier gevaarlijker. Want dan komen ze harder de bocht in. En als ze harder de bocht in komen is het risico van eruit vliegen is groter. Want dit soort lichtmasten worden ook s'nachts plat gereden. Bijna niet overdag. Maar s'nachts hebben ze allemaal haast. En ja, dan durven ze wel 120 zo'n bocht in te rijden. Ja, je ziet het resultaat. Maar dan sta jij hier? Hier sta ik s'nachts niet. Nee, daar ben ik niet van plan. Dan sta ik liever in de binnenbocht, maar ze schieten ook door naar de binnenbocht hier. Dus het is altijd blijven kijken naar het verkeer. Niet dat ik zo snel ben, maar het idee dat je nog kan springen zou leuk zijn. Kijk, dat gaat vrij hard. Ja, je mag hier 70 adviessnelheid. Dus je mag ook 100 als je denkt auto te kunnen rijden. En heel Nederland kan auto rijden, maar ja, je ziet de resultaten. Kilometer ongeveer. Nee, voor de rest kan ik je niet... Houd het maar even op 3 nog. Is het niet 2? Ik ben nu toevallig dit stukje opvragen. Dat is een heel vaste file eigenlijk tussen Naarden en Muiden. En dat verschijnen hier op dit beeld de snelheden. Dit is het eerste portaal waarbij men de signalering inrijdt. En daar rijdt het 25 kilometer, gemiddeld over alle rijbanen. Nou, dat staat al bijna stil, dus dat is gewoon filevorming. 7-8 kilometer staat er. Iedere ochtend geloof ik, hè? Dit is nu al redelijk druk. Meestal rijdt het toch wel een heel klein beetje. Nu staat het iets meer stil dan op andere dagen. Ja, het is dinsdagmorgen en dat is eigenlijk een van de drukste ochtenden. Ja. Ja. Dus dit is niet ongebruikelijk, laat ik zo zeggen. Aanrijding is vlak voor het Knooppunt Hoevelaken. Nijkerk is een stuk noordelijker. Ja, maar er is nog een aanrijding. Ja. Ik heb een aanrijding bij 21, bij... Even kijken hoor, bij 21, 26, 35 en bij 38. Hier aan de overkant zie je dus het ongeval. Er strookt het verkeer en zo te zien valt het meest de kopstaartbotsing. We gaan even kijken in ieder geval voor schade aan rijkseigendom. Ja, ik zie een beetje olie liggen en andere ellende. We gaan even kijken of we ter plaatse kunnen komen. Nou, je ziet het verkeer strookt gelijk. Vandaar dat het incident gebeuren met alle partijen heel belangrijk is. Want je ziet dus wat een vrachtverkeer hier zit en die leiden dus nu duidelijk economische schade. Hoe langer ze erin staan, kijk eens, ze mag er mooi tussendoor. Nou, dat is... We willen hier de zaak even indekken, want de politie is ervoor gaan staan.
En we eens vragen wat de bedoeling is. Ja? Ja goed, anders moet er een takelaar komen. Waar is dat wiel gebleven? Dat ligt daar aan de overkant. Oh, dat ligt in de buitenberm. Onder de ja, slordig. Slordig, ja. Ja, heb je het eruit. Aardig een teamsport. Ja. En je moet het met z'n allen doen. En nu ben je met z'n allen bezig om zo snel mogelijk hier die weg vrij te krijgen. De politie heeft de takel al geregeld. Wij wachten tot die weg is en dan even die gladheid bestrijden, schade opnemen en wegwezen. Dus dat de ruit weer zo snel mogelijk vrij komt. Wat laat jij nou ook een beetje moeten opfokken door het feit dat het zo snel mogelijk weer vrijgegeven moet worden? Nou, je doet natuurlijk met z'n allen je best om, om het zo snel mogelijk schoon te krijgen. Ook even kijken. Maar is er niet dat u juist veel kortzichtigheid tegenkomt? Mensen die gewoon denken van ik wil nu door. Ja, nou, dat is jammer. Dan moeten ze nu even wachten. Dat is niet anders. En als ze die kortzichtigheid hebben, ja, mijn rug is glad en breed. Maar heb je daar veel last van opgestoken vingertjes? Ja, ik zie dit niet meer. Als ik alle vingers mee moest nemen, dan... Ja, dat zou niet leuk zijn. In de richting Rotterdam voor het Utrechtseplein, daar staat 8 kilometer file, wordt veroorzaakt door een aanrijding waarbij de rijbaan inmiddels weer vrij is. Dan op dezelfde A1, dan vanuit Apeldoorn in de richting Amersfoort, tussen Barneveld en de knooppunt Hoevelaken, er staat 3 kilometer file. Dan lopen daar wat schapen in de rechterberm, die moet uiteraard eerst gevangen worden. En dat geeft dan de nodige vertraging. Sowieso is het natuurlijk altijd een beetje een saaie lijst wat je vol moet lezen. En daar moet je iets van proberen te maken. Wordt die tekst nog gewijzigd? Van de tekst? Van de KNMI? Dit doe ik nu een jaar of 7 of zo, dat ik hier de verkeersinformatie doe. Maar daarvoor heb ik altijd op de weg gezeten. Ik heb een jaar of 10 op een bosje gereden. En daarvoor zelfs gewoon nog in een dorp gewerkt. Dus ja, gewoon een man uit de praktijk. En als je uit de praktijk komt, weet je ook praktijkvoorbeelden. Je weet hoe een file eruit ziet. Het hele dynamische van het op de weg zitten, ja, dat ben je kwijt. Maar er komen weer hele andere dingen voor terug, wat ook eigenlijk net zo leuk is. Zoals? Omgaan met omroepen, met heel omroepland. Daar moet je ook een beetje van houden, daar moet ook een soort hobby van je zijn. En anders wordt dat hier wel, want elk half uur zit je in uitzending. Ja, dan, ook dat moet je liggen. En moet je leuk vinden. En dat vinden we ook leuk. De meeste van ons is daar toch een beetje ja, de jus over het verhaal. Dan een laatste filemelding op de A50 richting Arnhem tussen de Knoopend Valburg en Renkum, lengte 3 kilometer. Ja, ja, was hem helemaal. Ja, het is redelijk druk. Ja. Dan ben ik er zeker weer. Ik hoor je. Doei. Ik vlieg al 10 jaar. En voor die tijd ben ik begonnen als politieman. Iedere dag dat ik weer de lucht in ga, dan geniet ik weer. Het gevoel van vrijheid. Ja, als je een klein jongetje vraagt, wat wil jij graag worden? Dan zegt hij, nou, brandweerman, politieman, dominee soms ook en piloot. En dat had ik eigenlijk vroeger ook. Geen dominee hoor, maar piloot. Ja. Ja, kijk, nou zitten we dus precies boven de rijbaan. We kunnen er ook iets van af. En dan kan je vanaf de zijkant kan je er nog mooier zo tegenaan kijken. In principe zit je altijd met je neus vooraan bij spannende zaken. En je moet het zo zien dat de een die werkt achter het bureau. En wij werken eigenlijk ook achter een soort bureau, maar dan in de lucht. We gaan we moeten eventjes naar een ongeval. Leidschendam. Tussen Leidschendam en in Azenwoude, daar is een ongeval. Ik denk net ten noorden van Leidschendam. Net ten noorden, dus voor iets rechts. Ik denk dat je er zo in schuiven. Oké. Okay.
Waarschijnlijk een zwerver, geen jeugd. Want het is duidelijk de moeite genomen om het water dicht te maken. En als je dus ook kijkt, allerlei zooi. En dat kun je dus ook zien aan alle materialen die er liggen. Ja, er liggen broeken en sokken hangen op zijn manier te drogen. En flessen van Remia, allerlei vette producten, wat goed voedt. Dus dit is puur waarschijnlijk een zwerver. En we geven het door aan de politie. En halen wij op een gegeven moment materiaal weg. Merken jullie nou ook, zal maar zeggen, dat de afgelopen jaren dat het steeds gekker wordt wat je aantreft? Ja, het wordt wel wat gekker als je de hoeveelheid vuil ziet langs de Rijksweg wat illegaal gedumpt wordt. Dat neemt dus jaarlijks drastisch toe. En dat neemt grote vormen aan. Ja. Kijk, hier beneden achter het viaduct, daar is het ongeval. Op de linkerbaan staan, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 auto's op elkaar. Er is ook een gewonde bij en de ziekenwagen is onderweg. Wij gaan nu even kijken waar de staart van de file is. Dat heeft te maken met de verkeersstromen die naar het Klausplein toe gaan. Als dat even lang duurt, dan staat het hele Klausplein vast plus alle wegen daaromheen. Even kijken, het staat vast tot aan. Even kijken, de Burg. En het staat hier vast op de Utrechtse baan. Wat zien William? Ja, dat is ook al feest Voorburg. Alex, de 8223 gaf in. Gerekend vanaf knooppunt Ypenburg is er richting het ongeval op alle rijbanen nog een kilometer vrij. En dan begint de start van de file. Klaas, heb je er mee gehoord van de file A4? Nee, ik hing even een telefoon. Zeg het eens. Bij dat ongeval bij Leidschendam op de Oostbaan staat inmiddels stil tot Ypenburg. Het berichtje was van de heli. Ja, oké, dat weet ik genoeg. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Daar, Klaas Hofman, Driebergen, goeiedag. Hoe gaat het verkeer bij jullie voor de deur? Het staat nog steeds vast. Het schiet niet echt hard op, hè? Wat we nu kunnen doen is op de plaats van het ongeval niets. We kunnen de staart van de file en eventueel gevaren die daaraan gekoppeld zijn, die kunnen we wel doorgeven. En dat geeft Driebergen dan weer door via de verkeersinformatie. Ja, normaal gesproken is het zo dat we, als het nodig is en er is nog verder niemand, geen opvang, dan kunnen we hem neerzetten en kijken of we wat kunnen doen. Als er dan wel opvang is en er is specialistische hulp nodig, kunnen we een traumateam kunnen we invliegen. Start van de file op de Via kruipt gevaarlijk richting de 13, de bocht van de 13. Kunt u op de 13 alvast zorgen dat via de matrix de snelheid eruit gaat over? Heeft u het gevoel dat uw werk genoeg gewaardeerd wordt? Ik denk het niet, want de meeste mensen weten geen eens wat het inhoudt. Ze zien alleen het zwarte stukje asfalt met de streepjes. En als er een gat in zit, dan moet het gemaakt worden. Maar als er een file is, dan mag het niet. Dan de verkeersinformatie vanuit de politieverkeerscentrale. Het is redelijk druk op de weg. Zo'n ruim 20 files. We beginnen met de A1 richting Amsterdam tussen Amersfoort en Baren. Door een aanrijding staat er 2 kilometer. Tussen Bussum en Muiden in de richting Amsterdam, daar staat 8 kilometer. En op de A2 richting Den Bosch tussen Rosmalen en Den Bosch 3 kilometer. Op dezelfde A2 maar dan richting Utrecht tussen Beest en Lekbrug bij Vianen. Daar wordt langzaam gereden. En ook... Je weet natuurlijk dat we aan files er is bijna niet meer te ontkomen in Nederland. Maar toch proberen we de weggebruikers zoveel mogelijk op de hoogte te houden. En eigenlijk is dat het leuke van onze werk. Om dat te proberen zo actueel en betrouwbaar mogelijk te doen. Een stukje klantgerichtheid, zo moet je het maar zien. Op de A2 vanuit Utrecht richting Amsterdam. Utrecht richting Den Bosch eerst. Tussen Rosmalen en Den Bosch. Op de A4 richting Den Haag tussen Roelof en het Venus op de Rode 6 kilometer. En in de richting Amsterdam tussen Leiderdorp en Nieuw-Vennep 5. Het autoverkeer dat neemt zo verschrikkelijk veel toe de laatste tijd. En eigenlijk loop je altijd iets achter de feiten aan. Dus je bent eigenlijk altijd iets te laat. En op de A4 voor de Benelux-tunnel richting Vlaardingen 2 kilometer file.
Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leiden. Wordt langzaam gereden op de A12 in de richting Utrecht tussen Reewijk en Nieuwebrug. En vanuit Arnhem tussen Maasbergen en Bunnik. En in de richting 3 kilometer. Op de A9 richting Amstelveen tussen Knoopend Velsen en Bad Hoefendorp 5. 3 kilometer. Op de A12 gaan we naar de A16 in de richting Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein staat 5 kilometer. En vanuit Almere. Op de A16 richting Rotterdam voor het Terbrechtseplein 5 kilometer. De A20 richting Holland tussen Zuidkerk en IJssel en Rotterdam Centrum. Langs de Leiden 4. Thank you.